Wow, dat ging snel. Laten we het nog een keer bekijken, maar dan een stuk rustiger en stap voor stap. Stap 1. Zeilend je mast strijken in een open zeilboot is een handeling die niet erg ingewikkeld is, zeker niet als je wat zeilervaring hebt. Allereerst is het handig om samen met je bemanning de oefening ruim van tevoren te plannen en door te spreken. Wie gaat wat doen en wanneer? Het zou fijn zijn als je zo lang mogelijk kan doorzeilen tot aan de brug, zodat je geen hulpmiddelen zoals een vaarboom of een motor hoeft te gebruiken om het laatste stukje tot de brug te komen. Stap 2. Het is makkelijk als je van tevoren de kraanlijn aan loef van het grootzeil hebt. Wanneer je in het grootzeil strijkt, komt de achterkant hiervan niet in de kraanlijn. Zorg ervoor dat je in ieder geval twee zeilbandjes bij de hand hebt. Stop deze bijvoorbeeld in je zwemvest of je jas. Stap 3. In deze situatie vaart de boot op een ruime windse koers richting de brug. De boot heeft daardoor vrij veel snelheid. Let daar goed op. De bemanning loopt naar de nagelbank en maakt alvast de piekenval en de klauwval los om te strijken. Stap 4. Terwijl de bemanning op het commando van de stuurman wacht om het grootzeil te strijken, zorgt de stuurman ervoor dat hij koers behoudt en de mik in het mikgat plaatst. De stuurman geeft het commando strijken en vangt het grootzeil netjes op en bindt het vast met het zeilbandje. De bemanning belegt beide vallen op de nagelbank en haalt de vaarboom uit het wand. De stuurman doekt ondertussen het grootzeil op. Stap 5. De bemanning rolt de fok zo laat mogelijk in. Dit zodat de boot zoveel mogelijk vaarsnelheid behoudt. De bemanning loopt vervolgens rustig naar het voordek, terwijl de stuurman naar het midden van de boot loopt om klaar te staan om de mast op te vangen. Wanneer je in het midden van de boot staat, kan je het roer natuurlijk niet meer vasthouden met je handen. Gebruik een van je voeten. Stap 6. De bemanning haalt de pelikaannaak los op het voordek en loopt met de voorstag rustig naar de kuip. Daar staat de stuurman bij de mast en samen begeleiden ze vervolgens de mast naar beneden. De mast wordt met vallen, voorstag en fok in de mik gelegd en dan gaan we onder de brug door. Als de boot geen vaarsnelheid meer heeft, gebruik dan de onderkant van de brug om de boot een stukje naar voren te duwen. Stap 7. Is de boot onder de brug door, dan kan de mast gelijk weer omhoog. De bemanning helpt mee en loopt met de voorstag naar het voordek en maakt de pelikaanhaak weer vast. De stuurman heeft de vallen alweer paraat en hijst het grootzeil zodra de bemanning de pelikaanhaak heeft vastgezet. Stap 8. De bemanning loopt aan bakboord de kuip weer in en rolt gelijk de fok uit. Direct daarna kan de mik uit het mikgat en deze wordt opgeruimd onder het zeilbankje. Dan gaat hij zitten op het zeilbankje, neemt het roer, de grootschoot en de fokkenschoot in de hand en checkt even of het zeil goed gehesen is. Ready? Dan kunnen de vallen netjes belegd worden, de vaarboom kan in het wand en de boot kan gelijk doorzeilen. Dat was toch geen brug te ver? Of wel? Wil je nog meer handige zeiltips of video's zien? Kijk dan op ons YouTube-kanaal of de website. Erwin en Thias, bedankt voor jullie hulp en tot de volgende film!